Stel je voor, je bent in Nederland geboren, maar de regering zegt, jij gaat terug naar je eigen land. Ja, dan zou je denken, Jamal, je kan toch niet teruggestuurd worden naar een plek waar je nooit bent geweest, maar helaas. Ja, dat is toch wel zo, want zelfs nadat onze collega's van BOOS aandacht hebben besteed aan het kinderpardon, lijkt het opnieuw mis te gaan binnen ons asielbeleid. Kijk maar even mee. Kunnen jullie jezelf even voorstellen? Want wie ben jij? David. David, hoe oud ben jij? 7. En jij? Ik ben Luna en ik ben 9 jaar. Oké, en jullie zitten allebei op school? Ja. Wat vind je van school? Vind je het leuk? Ja. Heb je veel vriendjes en vriendinnetjes? Ja. En jij bent Edwin? Ja, ik ben Edwin. Ja. Wat ben jij van hen? Ik ben de Nederlandse oom van hun, eigenlijk hun oom. Eigenlijk vanaf geboorte zijn ze bij onze familie erbij, dus ik ben gewoon, zijn mijn neefje en nichtje. Ja, ja. Oh, mooi. Ik ben hier natuurlijk om wel iets heel serieus eigenlijk te bespreken. Wat is er aan de hand? De regering zegt dat we weg moeten uit Nederland. Jullie moeten naar Armenië? Ja. Zijn jullie daar ooit geweest? Nee. En de taal, kunnen jullie Armeens praten? Een heel klein beetje. Nou Edwin, Tim Hofman kwam natuurlijk met het initiatief van het kinderpardon. Waarom hebben Nuna en David daar geen recht op? Ja, dat is een goede vraag. Daar heb ik eigenlijk ook het antwoord niet op. Ik denk dat zij daar ook recht op hebben. Zij voldoen volgens mij aan de criteria voor de afsluitingsregeling van het kinderpardon. Alleen zegt het IND dat ze daar niet volledig aan voldoen. Omdat zij een periode uit beeld geweest zouden zijn en dat zij geen worteling hebben in Nederland. Ja, maar wat nu? Ja, wat nu? Ja. Dat is een goede vraag wat nu. We proberen veel aandacht te vragen voor Nuna en David. Er zijn kamervragen gesteld, er zijn allerlei acties die lopen. Alleen het liefste hebben we natuurlijk gewoon dat het IND deze zaak opnieuw bekijkt en opnieuw beoordeelt. Volgens mij zijn er dingen die niet goed gegaan zijn, zijn er fouten gemaakt. Zo het stukje uit beeld zijn, nou, wat naar ons idee absoluut niet klopt. Het stukje worteling wat ze niet zouden hebben, wat volgens mij ook niet klopt. Want dit is het land waar ze alleen worteling mee hebben, waar ze alleen geworteld zijn. Maar ook daarnaast, er zijn nieuwe schrijnende omstandigheden. Hun opa is overleden. Hoeveel verdriet moeten deze kinderen meemaken? En in hoeveel angst moeten zij leven? Nou, opa heeft veel voor jullie gestreden. Die wilde alles aan doen zodat jullie konden blijven. Wie gaat nu opa's rol overnemen? Edwin. Edwin? Ik doe mijn best om mijn vaders rol zo goed mogelijk te vervullen. Nee, dat is lastig. Alleen, we gaan er alles aan doen. Want zijn laatste wens was dus... Zijn grootste wens was dat Nuna en David met de ouders hier in Nederland mochten blijven. Ja, daar heb je alles aan gedaan. En, ik heb ook beloofd dat ik er alles aan ga doen. En we gaan ons best doen. Ja, mooi. Gaan we zeker. Ja, ik voel nog steeds een broek in mijn keel als ik dit zo... Ja, ik word er ook een beetje emotioneel van als ik het zo zie. Ja, want je ziet gewoon dat het hoeveel het ook met hen doet. Zeker. Ja. En hoe was dit voor jou om dit te gaan filmen? Ik weet nog, zeg maar, ik hoor altijd van deze zaken. Maar om zo dicht bij zo'n situatie te staan, het deed me echt veel. En dat heb ik toen ook tegen jou gezegd van... Ik ben zo blij dat we iets voor deze mensen kunnen betekenen door dit te doen. Maar het doet mij tegelijkertijd zoveel pijn dat ik blij ben om zoiets, zeg maar. Ja. Dat ik denk, ik heb ook een broertje en een zusje. Ik zou ze nooit in zo'n situatie willen zien eigenlijk. Ja. Als je dan ook hoort de redenen waarom, dat stukje worteling of dat ze uit beeld zijn geweest. Ja. Zijn ze uit beeld geweest? Nee. Ja, Edwin legt ook uit, ze wonen al meer dan 8, 9 jaar op hetzelfde adres. Overal aan meegewerkt, op afspraken geweest. Maar toch is er ergens een moment waarvan hun denken dat zij uit beeld zijn geweest. Ja. Nou, waar dat dan aan ligt, God knows why. Ja. Maar ook dat stukje worteling. Ze zijn hier geboren. Waar zijn ze anders geworteld? Ja, maar stel je voor, Jamal, dat wij het nieuws krijgen van... jullie moeten terug naar jullie eigen land. Wij zijn ook hier geboren. Ja. Ja. Denk je dat Nuna en David ook echt uitgezet gaan worden? Ik hoop het niet. Ik hoop het echt oprecht niet.
Ook de dag dat we met ze waren. Ik hoop oprecht dat ze blijft. Maar ik weet het oprecht niet. Ik weet niet wat er allemaal, wat eruit komt. Ja, dat blijft onzeker. Maar we laten Nune en David natuurlijk niet zomaar gaan. Nee, ze zijn bezig met een handtekeningenactie en wij besloten een handje te gaan helpen. And I'm grinding until I'm tired. They say you ain't grinding until you tired. So I'm grinding with my eyes wide, looking to find a way through the day, a life for the night. Dear Lord, you took so many of my people. I'm just wondering why. Mag ik jullie wat vragen? Er worden twee kinderen het land uitgezet naar Armenië. Oh, Engels. Oh, my English is not good. Mag ik jullie wat vragen? Haast? Laat maar. Nee? Het zijn twee kinderen, die worden het land uitgezet. Nou, het is belangrijk. Nee? Ja. Ja. Zo moeilijk is het dus, dames en heren. Geen eens één minuut tijd om een petitie in te vullen. Jammer, jammer. Mag ik jullie wat vragen? Spreek je Nederlands? Ja? Er zijn twee kinderen die worden het land uitgezet naar Armenië, zoals ze gewoon hier geboren en getogen zijn. Ja. Dus wij verzamelen handtekeningen, zodat ze eventueel misschien wel kunnen blijven. Zouden jullie deze petitie willen ondertekenen? Answer my question for this bullet leader's desert eagle. You know? Ja, top. Verder op te pakken. Mag je wat vragen? Met vrienden ook langs komen, vragen? Laat ze gewoon eventjes. Ja, geen tijd om voor deze twee kinderen? Nee? Je wilt de petitie niet tekenen? Ja? Oké, top. Fijne dag nog, dankjewel. Je helpt deze kinderen erin. Ja. Oké, dankjewel. Fuck Jesse Jackson, cause it ain't about race now. Wat was het? Jongens, mag ik jullie wat vragen? Heb je een minuutje? Niet? Oké, helaas. Fijne dag. Damn, I know his mama proud. And since you helped me sell my dream, we can share my mama now. And like MJB, like more drama now. Living the good life, me and Common on common ground. I spit crack and niggas could drive it out of town. Got a Chris Paul mind state, I'm never out of bounds. My life used to be empty like a Glock without a round. Now my life full like a child. Willen jullie een petitie ondertekenen? Ze hebben al twee kinderen. Sorry, man. Haast voor kinderen. Ja, jeetje, man. Jongen, we gaan vechten hier. Iemand? Niet? Ook niet voor kinderen? Het boeit jullie niet? Jeetje, man. Oké. Okay. Zouden jullie ook willen ondertekenen? Nee? Deze twee kinderen worden het land uitgezet. Er zijn regels. Eén heeft recht op de ander niet. Dat is wel heel hard. Zouden jullie wel willen ondertekenen? Top. Kunnen jullie hierbij? Eentje hier, eentje hier. Ja, top. Nou, bedankt dat we de poster mochten ophangen, man. Graag gedaan, man. Wat ik al zei, zoiets heeft gewoon aandacht nodig en attentie dat jullie zo voor inzetten. Het is echt awesome. Dus heel veel geluk in deze zaak. Ja, ook mensen zoals jij zijn er nodig, hè. Gunning, support, ja, toch? Ja, dat moet gewoon. Nou, zullen we maar doorgaan naar het volgende? Op naar de andere kant van de wereld. Hey. Doei. Ondertussen is Sinan aangeschoven. En Sinan, jij sprak laatst over twee kinderen die ook buiten het kinderpardon lijken te vallen. Klopt, Layam en Karan. Yes, laten we daar eerst even naar kijken. Ik heb me al eerder natuurlijk ook ingezet voor Jacob uit Nijmegen. Mm-hmm. Dit geval lijkt daar ook eigenlijk op. Jacob, ook Syrisch. Er was een Armeense lijntje. Oh, dus jullie kunnen ook eigenlijk naar Armenië toe. Voor Layam en Karam precies hetzelfde. Zij zijn oorlogskinderen. Ik zit er echt zo, ik zit er naar te kijken. Met je handen in het haar. En ik denk, wat is dit nou? En het enige wat ik dan de hele tijd denk, Natasja, is dan, kijk gewoon naar deze kinderen. Ja, Sinan. We hebben net over de zaak van Nune en David gesproken. Maar jij bent ook dus bekend met de zaak van Layam en Karam. Waar gaat het
hier mis? Nou, waar het eigenlijk misgaat, Jamal, en dat is eigenlijk al heel lang in Nederland, helaas, is dat we, als we naar de asielwet kijken, eigenlijk niet naar de kinderrechten kijken. Namelijk, de kinderrechten zijn eigenlijk heel helder. Die hebben we ondertekend, ergens 30 jaar geleden. En daar staat in dat alle kinderen die binnen de Nederlandse grenzen verkeren, aanspraak kunnen maken op die kinderrechtenverdrag. Waar dus de rechten van de kinderen in verwerkt zijn. Dat betekent dus een familieleven, een veiligheid leven en al die dingen die daarin staan. En waar het dus misgaat is dat we dus elk jaar bijna... Ja, want je ziet heel vaak van dit soort acties voorbij komen. Weet je wel, we hebben Mauro gehad voorheen, we hebben Nemmer gehad, we hebben... Jacob blijft hier. Dat hebben we nog niet zo lang geleden gehad. Dat betekent dus dat we het niet goed op orde hebben. Dat we één, die procedures kloppen niet. Twee, we kijken dus niet naar, naar het kind zelf. En, nou ja, en bij Nune en David ook. Twee kinderen die in Nederland geboren zijn. Ja. Waarvan je ook denkt, ja, maar jongens, deze kinderen kennen geen ander land. Zij zijn hier geboren. Ja. En zijn geworteld, hebben Nederlandse vrienden. Denken, dromen in een Nederlands. Het is alsof je een Nederlands kind uitzet. Ja, ja, want Sinan, wij hebben laatst bij Nune en David met onze collega Ridda gefolderd. Ja. En wij hebben ook reacties gekregen van regels zijn toch regels, jongens. Ja, ja. Wat doet dat eigenlijk? Snap je ook wel dat mensen dat zeggen? Ja, ik snap dat. Regels zijn regels. Maar het zijn ook gewoon mensen. En het zijn kleine mensen. Het zijn kinderen. Het zijn kinderen die hier geboren zijn. Die zijn geworteld. Die hebben Nederlandse vrienden. En dat is een druk, dat mag je een kind niet aandoen. Dat is gewoon, dat is verschrikkelijk. Want Sinan, iemand die hier verantwoordelijk voor is, is Ankie Broekers-Knol. Ja. Wat zou je haar willen zeggen? Nou, ik zou wel met haar een kopje koffie willen drinken. En eens een eerlijk gesprek willen voeren hoe zij er zelf in staat, hoe ze daarnaar kijkt. Los van staatssecretaris als mensen ook. Ja. En ik ben daar heel erg benieuwd naar. En ook benieuwd eigenlijk naar haar kennis en haar info over mensen, over culturen, over landen. Nou ja, kijkt ze er alleen heel erg werkmatig naar, weet je wel? Ja. Dat allemaal cijfers zijn en mensen. Of kijkt ze breder dan dat? En dat vraag ik me soms af. Soms denk ik ook dat bij haar echt aan kennis ontbreekt. Ja, zou je haar niet stiekem ook willen ompraten? Wat doe je nou? Heel graag. Ja. Dat zou ik natuurlijk het allerliefste willen. Toch? Ik doe mee. Hopelijk krijg je dat gesprek ook ooit. Maar er zijn ook genoeg andere mensen die iets tegen Ankie Broekers-Knol willen zeggen. En daarmee sluiten wij de aflevering ook af. Maar ga eerst naar onze socials. Daar staan de petities voor de kinderen. En onderteken die ook echt, want ja, dat is belangrijk. Dat is de enige hoop die ze nog hebben. Ja. Bedankt voor het kijken. En Ankie, let even op. Beste Ankie Broekers-Knol. Beste Ankie. Beste Ankie Broekers-Knol. Beste mevrouw Broekers-Knol. Ankie Broekers-Knol. Nune en David zijn Nederlandse kinderen. Nune en David zijn Nederlandse kinderen. Hun leven is gewoon hier in Nederland. Ze zijn hier opgegroeid, ze zijn naar school gegaan. En toch dreigen ze door onmenselijke wetgeving en bureaucratie te worden uitgezet naar een land dat ze helemaal niet kennen. Als je in Nederland bent geboren, dan ben je een Nederlander en dan hoor je hier. Ze hebben het recht om hier te blijven. Neem dat recht niet van ze af. Dus laat ze hier blijven. Laat ze alsjeblieft blijven. Laat ze hier blijven. Laat ze blijven. Laat ze blijven. Alsjeblieft, laat ze blijven. Laat ze blijven! Life in the pen ain't for me, 'cause I'd rather die. But don't cry through your despair.